Inhalen op Napoleonswijk nummer 87 ligt het mini-museum van Jim en Mini Silfrans. Mini, mogen ze dat eigenlijk wel een museum noemen? Ja, ik, ik heb heel veel verzamelingen, he. dus ik denk dat, uh, dat het het een museum genomen moet worden. Dat er werd ze niet was ze een museum verstaan, maar het is echt een moeite te om te komen kijken. In ieder geval een verzameling van ontzettend ja. veel mooie brokanten. Ja. Minnie, was zien we nu? Wat is dit voor een onderdeel van dit museum? Uh, dit is uh, de eetkamer. Je ziet, we kennen er eigenlijk niet eten. Maar en, ja, uh, we hebben de keukentofel. En ja, we hebben in Kessel gewoond. Maar dit is natuurlijk kleiner. En uh, dus ik moet toch het krijg kwijt. Dus het uh, steed hier, maar dat had ik in Kessel ook. Gewoond, op de tofels en alles staan. Dus ja. Ik hebt heel veel. Uh, Dingskens verzameld in de loop der jaren. Ja. Dat kunnen we hier allemaal zien in het huis. Hoe is die verzameling ooit ontstaan? Uh, we woonden in een nieuw huis, Dat hadden we zelf gebouwd in Kessel. En toen hadden we natuurlijk geen geld meer voor uh, meubels te kopen. Toen gingen we bij de vriendinnen, bij de elders op de zolder. En toen stonden natuurlijk allemaal prachtige dingen. Die mochten we metnemen. En toen had ik in de kast van mijn opa, die wist zich dat hij nog ergens in de familie was, Toen heb ik gebeld, kun je de kast kopen voor 50 gulden. En daar heb ik nog steeds de kast. En zo is het in feite begonnen? Zo is het begonnen. En toen dacht ik, oh wat is dat knus? Er is al iets om de Heer als ze in hoesbuizen. Het, het leeft en het vult goed. En zo is het begonnen. En ik neem aan dat ze van alles kreeg. Nee, eigenlijk niet. Maar, maar meisjes, zoals de Kries, dat zijn natuurlijk niet de kostbaarste dingen. En ik heb toch iets met bepaalde dingen, ook een beetje die kerkelijke dingen, vind ik ook heel mooi. Bijvoorbeeld dit. Dit is uh, uit een kerk En vroeger waren het processies. En dan drogen ze dit op zo'n baldekijn. Droegen ze dat in de processie. En kiek, wat, ja, wie dat oud stond. En dit moesten kieken. Dit maakten de mensen zelf met de hank. Zo bijzonder, door de engelen, ja het is zo veel verzamelen ook oud spulgoed, vind ik ook helemaal leuk, ja het is gewoon... Uh... Maar hebben ze ook een criterium als ze wel en niet wil Nee, want ik vind eigenlijk alles leuk. Als het je aanspreekt, dan neem je het? Als het me aanspreekt, dan neem ik het. Maar ja, nu is het ongehandeld, het ding is bereikt dat ik, maar ik verkoop ook wel eens dingen. En ja, dat het, op de zolder heb ik ook nog dingen stoon. en met de verhuizing heb ik ook dingen weggedaan want ja, dat moet op een gegeven moment, maar nee, dit is prima, dus uh, we zien hier je hartstikke gelukkig. We staan nu in de keuken en die oogt oog uh, muziaal, om eens een heel deurwoord te gebruiken, maar de gebroekste keuken, ook als keuken. Ja, dit is gewoon keuken. dus Marie staat natuurlijk, ja, ik moet me door dit grij omgeven, dat voelt heel warm en fijn. En hier kook dat is het aangevernuisd, dat is altijd aan, dat is Engels. En dat hebben we metgenomen uit Kessel. Kijk, en de show is de zandsteen. En toen is dat al zo, ik denk, alleen dat al. Kijk wie, wie. Ja, en dan gooien ze dat kleien En ja, hier heb je een oude hakblok. Maar dat kan ze nu niet gebruiken, hè? Nee, dat kan je niet gebruiken, want dat staat vol. Maar dat doen we ook niet meer, hè. Want we krijgen nu het vlees gewoon zo. Ja, en hier, die ooit vloer loog er. Zeg maar, Minnie, als ik je nu in een quiz zou zetten hè, ja. en ik laat je allemaal foto's zien van artikelen, kan zich dan zeggen of het wel of niet in die hoes staat? Ik weet precies wat hij stijdt. Er is wel eens wat weggehoord natuurlijk. Dat is... Maar uh, dan zie je niet de plek, denk hij, hey, hij mis ik iets. Ja, ja de ik heb dat graaien al zo lang en de bus door verbonden. En ja. Kent ze ook aan elk uh, voorwerp dat ze hier hebt gestoken? Kent ze ook nog de, de achterhoorden of nog. De ook, meeste woord van dingen. Hoe het Ja, de meeste dingen. wel. we goed gekocht hebben. En wie bleed dichter met waar. En dan kwamen we toe en dan ging je het weer zetten. Want als wie het kopen ze het helemaal niet hoe zetten we dat neer? Oh, zeetje, ik weet het al precies. Dan zie ik al voor mij hoe we het gaat doen. En soms klopt het natuurlijk niet, maar ik heb er wel weer verplaatsen. Ja, daarom dus. Nee, dit, is, dit ben ik gewend. Dit is een Suisse. En hier zie je nog ook aan de chimney fijnvink, want die kwam ik katoen, hadden we dit al allemaal opgehangen. En dat lemke is nog van Leon Dekkers, de vroegere bewoner. En toen we voor die kwamen, ook zich dat lemke liet ze natuurlijk hangen. Hij heeft het te hangen. Ik vond het zo lief dat zo dat eenmaal dat toch dan eigenlijk kunt. Maar hier zit ze prettig. En het museum loopt door een boete de tuin in, hè? Ja, ja de, de tuin huurt natuurlijk ook bij je huis. En wij hebben nog dingen over. En we hoor je er ook van gezelligheid met mensen lekker eten en drinken. En dus hebben we die hier ingericht. Kijk, daarboven hebben we nog een dakterras, zie je? Door met het uh, ijzerwerk dat waren er dus ook allemaal. Nou, daar heb ik ook nog dingen neergezet je met Michi de, de, de kroonluchter neergang. Ja, en de hoesman met zijn eigen dingen. En ja, het, het klopt weer. Maar het is fijn dat, dat Jim, Jim is architect, hè? maar hij is ook heel heinig, dus hij kan van alles voor die doen. Dit doet echt alles voor mij. Als, ik, als ik, ik zeg, oh, je maakt ze mee, dan nou, begint het er al aan. Nee, geweldig. Echt, want als ze niet in de man achter die gestoen, dan kan ze dat, ook, dat, kan ze dat ook niet allemaal gaan doen. Dus uh, nee, helpt me je met. Kie, de up met IJzeren platen. Als dus de hele dag moest draaien, is het natuurlijk wel de hermen. En hoe orde is dat? Ja, dat is ook denk ik, van begin 1900. Maar door liggen nog meer platen. Het is ook net wie met een orgel met, met allemaal geertjes erin. Ik meneer, het geit, maar door elke ruimte is goed gevuld in dit hoes. En dan zien we hier uh, de. Poppenkasten, we zien ook de knuffeldieren, zal ik maar zeggen. Nou, het zijn geen opgezette dieren. Die ik ook in die andere kamer. Heb je gehad met dieren? Ja, nou, nou, ik denk altijd als een mens goed is voor dieren, dan wordt ze ook dat goed voor mensen We hebben een kat en die is metgegaan. En we hebben ook drie hun gehad. Je wilt geen honk meer. Maar dat is ook prima op onze leeftijd, dan moeten we er ook niet meer aan beginnen. Maar dit waren spulgoedbiesen. Ja. Hij leerde de kinderen ook op, op lopen. hoe is er toevallig geen bij met, met zo'n dingske? Maar dan liepen de kinderen dan achter. En die zien gewoon van... Kijk, uh, met Iese die zien de oudste. En gewoon met die houten reer, die zien wat jongen, maar Ze zien allemaal van voor de oorlog. Door het shop helemaal uh, binnen Oedijn. Het struien komt eruit. Maar dat is gewoon... Ja, heel uh, uh, bezonger. En ik denk altijd dat de heng aangezeten. En dit is ook heel bezonger. Dit is een. Kregen de meisjes als ze vroeger naar het klooster gingen? Dan kregen ze dit mee voor, uh, voor uh, want dan kregen ze een kink van God. En de wereldjurgen ving het natuurlijk een beetje een, een raar en, en Maar zo ging dat vroeger. Als die meisjes in het klooster gingen, die kregen natuurlijk geen kinger. Maar dan kregen ze dit met dit was. En dan kregen ze ook een kastje bij met kleier. En dan koesten ze een beetje met die popdoedelen. En van welke juren heb je het? Ja, dit is denk ik van de jaren 20. Dit is de ruitentikker. En vroeger waren er geen reclameborden voor de winkels. Maar dan hadden ze dit in de etalage staan. En dan uh, de ogen lichten op de arm komt kom binnen. En deze arm heeft door een knubbel op de hank. Dat die tikte die drie keer. zo tegen de route wisten de mensen, oh, hier moeten we zien. Hier is de winkel. Zien er eigenlijk nog genoeg spullen, brokanten, überhaupt links en rechts te vingen? Want er is eigenlijk best wel een run op. Maar vindt ze dat er nog aanbod is? Er is nog aanbod zat. Ja. Maar de, de prijzen zijn ontzettend gestegen want vooral ook in uh, Zuid-Frankrijk, dus in de grotere merken, maar dan komen de Amerikanen en de Japanners en die hebben dollars en die, die doen een ruimte in een scheephuren en er wordt alles ingedoen. en die, die zwaaien met die dollars en ja, die maken de prijzen een beetje kapot. Maar uh, ja, als ik het heel geheel wil hebben en dan ja, dan ze gewoon wat andere dingen minder. Maar ja, ik gewoon voor echt, ik wil uh, iets bijzonders hebben. Nee. Bestruint ze nog voor Merten af? Nou, nauwelijks eigenlijk meer. Ik ben een paar jaar geleden met een vrouw uit Remung van, 8, van 85, toen zijn we samen naar Engeland gereden, door de tunnel met een auto, en toen hebben we vier dagen over de Merten uh, rondgelopen. En het was echt heel bijzonder met die vrouw. En die zien we in het klasje, zo noem je het? Hè? Ja, het schooltje. Dat, dat gewoon ja, de, van vroeger allemaal de kinder, dat ze in de klas bij hen kwamen en, en met de leesbukjes, met, met allemaal de dingen. En hier waren de kasten, dus uh, daar konden ik allemaal leuk het het in doen. En dan ja, begint ze eraan, de dochters en ik hebben dit samen ingericht. Ze zeiden, mam, we willen jou hier helpen. Nou prima, kom het sjoekje inrichten. En uh, ja, dan, dan groeit het en het groeit. Hier heb ik nog een boekentas. Kijk, dit was van de juf. Dat moest een grote natuurlijk zien. En in deze zoen het in. De griffel en de lei. En die hong aan de moer. En de kinderen hadden dus een kleinere tas. En die gingen niet inderdaad mijn hoes. Die bleven ook wel eens op school. Nou, hier een klein theater. Hier heb ik de, de, het flanelbord, het vertelmateriaal. En vroeger dacht ik echt: de juf die tovert. Denk ik ik moet ook zo'n bord hebben. Ja, nu ben ik natuurlijk op mijn leeftijd dat weet dat ik gewoon door dat, dat ding is komen, dat ik blijf hangen. Maar als Kind is natuurlijk in een eigen wereld. En voel vond ik zo bijzonder dat ik met dat nooit vergeten ben eigenlijk. En hoe zien we nu? Dit is de theaterkamer. Hier heb ik een paar theaters staan, van 1870 eindje. En dit is het theater, dat is en het is gemaakt door een Nederlandse vrouw. Ik koos het kopen. In een paar dozen. En we die de dozen uitpakken. En toen klopte er eigenlijk niks van. Die, 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 die ziewanden die waren er binnen niet. Het gym, mijn man, heeft het gans zelf weer opgebouwd. Hij heeft er oven aan gewerkt. Ja, echt heel bezonger En hij heeft het ook gans ingericht. Dus dan kent ze zien, dat dit is gewoon liefde hè. Dat, dat dat voor mij allemaal duidelijk. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. hier um, hij staat Karel. En wij woonden in Kersen in het huis van baron Frits. Baron Frits en Karel woonden op Kestiel De Keverberg, het grote kasteel. Die twee kregen ruzie. Frits liet het huis bouwen wie in gewoond hebben. En Karel vertrok naar Aldegoor, vlak B. En dit huis, het klein Aldegoor. Dit was het huis van de tuinman van Aldegoor. En dan denk ik, wie is het mogelijk dat vooral... Dat we eigenlijk gewoon met die familie metreizen. Ja, ik vond het heel bezongen toen ik het huur dacht: ja, hier moeten we toch gewoon wonen. Dus dat is het voor een kare, moeten we nog ophangen. In Kessel had ik hem met het gezicht naar nou, de Moorsen op de zolder. O, een akelige man. En nu is het toch goed gekomen. Hij komt ergens Geurgenstangen.